FC Utrecht, dat is vast een club. Ja. Johan de Kok, allereerst van harte welkom hier bij de sportsvereniging. Hoe vind je het om hier vandaag te gast te zijn? Het is altijd leuk om in het in Galgenwaard te komen. En het is voor mij de eerste keer na mijn actieve loopbaan in ieder geval dat ik te gast ben bij de sportsvereniging van FC Utrecht. Hoe heb jij de Bunningside altijd ervaren? Een luidruchtige groep supporters die in vroegere tijden ook nog wel eens voor onrust zorgde. Waarbij ik moet zeggen dat ik de laatste tijd heel weinig onrust en eigenlijk alleen maar positieve dingen gehoord en meegekregen heb. Dus inderdaad de laatste tijd erg rustig. Wat is jou het meest bijgebleven uit je tijd als speler hier? Schitterende tijd gehad. Ik denk heel erg gegroeid als voetballer. Ook de omscholing natuurlijk meegemaakt van aanvaller spits naar centrale verdediger. En dat is gewoon voor mij een hele goede zet geweest. Daardoor kwamen mijn kwaliteiten nog beter tot zijn recht als voetballer. En ook als mens ben ik hier heel erg gegroeid van een, nou, laten we zeggen, opgeschoten jongen naar een kerel. En dat heeft me geholpen. Daar heeft FC Utrecht aan bijgedragen. Ik ging je van de week inderdaad googlen. En toen kwam ik iets tegen. Jij hebt een keer een tegenstander, of je medespeler, sorry, een keer een kaakslag gegeven. Hoe zit dat? Er gebeurde wel eens op een training wat akkefietjes en dit was er één van. Oké. Heb je nog veel contacten hier met mensen van de club? Een van mijn vrienden is Pim Torenburg, is een oud bestuurslid geweest van FC Utrecht. En daar heb ik nog heel vaak contact mee. En ik zit ook regelmatig nog lekker een wedstrijd te kijken hier. Dus ook met de nieuwe generatie, Jordi Zuidam. Nou, John van der Bron ken ik dan als oud collega. Ja. Ik weet, je bent trainer geweest bij Spakenburg, bij de Treffers. Heb je nooit de ambitie gehad om iets te gaan doen in het profvoetbal? Nee, daar is er eigenlijk ook nooit van gekomen. De ambitie was wellicht wel aanwezig, maar soms lopen dingen iets anders dan dat je eventueel graag zou willen. Je bent hier ook 3 keer speler van het jaar geworden, gekozen door de supporters. Hoe was jouw band met de supporters hier? Mijn eerste seizoen was als spitsspeler was een moeizaam band met de supporters, omdat je... Nou, dat lag ook opgesloten in het feit natuurlijk dat ik Erik Wielaars moest opvolgen als spitsspeler. En nou ja, dat kon je nooit goed doen. Wereldgozer ook. Al kwam Marco van Basten hier bij wijze van spreken, ook hij had het niet goed kunnen doen. Dus mijn eerste jaar was een moeizaam jaar met de sportvereniging. En zoals je zelf al zegt, daarna ben ik 3 keer tot speler van het jaar. En onder andere publiekslieveling eigenlijk geworden. Omdat ik de mentaliteit een beetje vertegenwoordigde die de supporters ook graag op het veld wilden zien. En zo is het. Toen werd je ook nog international. Je eerste wedstrijd in het Nederlands elftal hier in de Galgenwaard, hoe is dat? Nou, dat was fantastisch natuurlijk. Sowieso al gekozen worden voor het Nederlands elftal in een generatie die echt heel erg sterk was met Frankrijk, Ronald Koeman, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, Aaron Winter. Al deze namen die toen op de top waren eigenlijk, daar mocht ik bij aanschuiven. Nou, dat was fantastisch om dat mee te maken. Het was een interland hier in Utrecht. We wonnen hem ook nog met 3-1. Het enige smetje wat erop rustte was de penalty die we tegenkrijgen die door mij veroorzaakt werd. We voetballen vandaag tegen PSV, een echte topper. Wat verwacht jij van de wedstrijd? Ja, de historie is niet heel erg positief in wedstrijden tegen PSV. Dat was in mijn tijd niet zo en dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik verwacht wel dat Utrecht voetballend gezien langzaam dichter bij PSV komt. Ik weet niet of dat vanavond al het geval is, maar laten we het hopen. Laten we dat in ieder geval hopen. Qua kwaliteit hebben ze de mogelijkheid om het PSV heel moeilijk te maken. Als ze de score openen, dan hebben ze zelf nog kans op een overwinning. Maar ik ben al blij met een gelijkspel. Dus voorspelling? 1-1. Doe het voor Johan. Hartstikke leuk dat je hier wil zijn. En we gaan lekker een biertje drinken. Support is ook. FC Utrecht, dat is vast een club. FC Utrecht, de wind en wereldcup. FC Utrecht, maakt steeds weer een goal. Utrecht, doorgaan, dat is het parool.